Als je kijkt naar Breda, hebben we echt heel veel talent. We hebben natuurlijk niet alleen de NATV en Sint-Joost en CMD van Avans. Maar we hebben ook veel ZZP'ers. We hebben nu al 5 grote huizen waar allemaal jonge creatieven in zitten. Dus we willen ze ook hier houden. We willen daar ook aandacht voor vragen. En daarom reikt vereniging Toonbeeld van het Zuiden de Young Talent Award uit aan een talentvolle jonge filmmaker in Brabant. Dadelijk wordt de prijs uitgereikt door de nieuwe burgemeester van Breda, dus daar zijn we wel een beetje trots op natuurlijk. Hier de eerste prijs mogen uitreiken aan een jong talent wat zich presenteert met films. Ja, dat is hartstikke leuk. De Young Talent Award doen wij omdat wij vinden dat het jonge talent in Brabant moet blijven, in het zonnetje gezet moet worden en zeggen, kijk eens wat voor geweldige filmmakers wij hebben. En nou, dat verdient dan ook een prijs. En die prijs ging naar Daan Jongbloed, die in 2013 afstudeerde aan de HKU met zijn film Lang leven de burgemeester. Gefeliciteerd. Hoe is het om te winnen? Hoe is dat? Ja, leuk. Ja. Het is ook een beetje een domper. Leuk. Ja, nee, maar ja, hoe moet je daarop reageren dan? Dat je... Natuurlijk, het is leuk als mensen je dingen waarderen. Dus dat is leuk. Voor iedereen. Ik zat niet in de jury, maar het is wel leuk dat uitgerekend degene met de film Lang leven de burgemeester de eerste prijs van mij krijgt. Voor de pas benoemde Paul de Pla is het de eerste keer dat hij een prijs mag uitreiken in Breda. Creativiteit is heel erg belangrijk voor je stad, voor de uitstraling van je stad. We hebben hier een aantal mooie opleidingen, Sint-Joost, de NATV. We presenteren ons ook als de stad van de beeldcultuur. Ja, dan moet je het ook laten zien dat je de jeugd hier en de talenten hier daadwerkelijk een toekomst hebben. En vanuit deze plek en vanuit Brabant kunnen laten zien dat je voor creatieve industrie, voor mooie films en goede filmmakers helemaal niet naar de Randstad hoeft. Nee, dat je hier in Brabant hartstikke goed zit en dat Breda daarvan echt de trotse vaandeldrager is. Nou ja, ik hoop dat de trailer die je net hier is laten zien van de film over een oude boer ben ik aan het maken. En die film is nog niet af, maar dat voelt al een beetje als mijn... Daar ben ik al 6 jaar mee bezig, al vanaf het begin dat ik films maak. En ik hoop dat mijn grote trots wordt, of hoe je dat ook al wil zeggen. Het is niet... Je kindje. Ja, nou ja, het voelt zo in ieder geval zo. Ik ben er met heel veel tijd en aandacht mee bezig. En het is spannend, een film maken. Ik bedoel, dat gaat steeds alle kanten op. En je weet nog niet, als de film nog niet af is, weet je nog niet wat het gaat worden. Dus ik hoop dat een hele mooie film gaat worden. Dat hoop ik.